Yo, kijkers van de Sims, en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe survival build. Vandaag gaan we verder met waar we gebleven zijn. En ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat de bank nog afgemaakt moest worden. Oh ja, ik weet het weer. Vorig jaar hebben we de kip ook afgemaakt natuurlijk. En de lieve vacuumkipjes, die lopen daar. Ze zijn hartstikke blij, we hebben een hele leuke familie en een heel leuk huis. En ik weet niet waarom ik hier binnen ben eigenlijk. Dus we gaan hier gewoon weer uit. Zo. En ja, dat is afgerond. We kunnen nog wel een beetje torches opzetten als het dan echt donker begint te worden daar. Maar dan moeten we nog zien als het nacht wordt. Ik moet trouwens nog wel een nieuwe helm maken en boots. Maar ja, dat komt nog wel. Dat doe ik daar op één crafting table. Ik heb het iron bij me, dus no worries. Nou, dan gaan we hier omhoog. Lekker langs onze oude mooie kerk op. De sister was op. Begint hij nog gewoon paddenstoelen te groeien? Wat? The fuck? Slecht onderhouden hier, hoor. Ik wist gewoon niet dat dat kan. Dat dat kon, natuurlijk. Dat de paddenstoelen op hout konden groeien. Maar blijkbaar wel, dus. Hier moet trouwens nog wel red carpet aangelegd worden. Dus dan gaan we daar eventjes een paar rozes zoeken, denk ik. Ja, dan gaan we nu gewoon. Hier staan er wel een paar. Wat kan er weg? Nou, hier staan chestro's. Kan ik wel wat indumpen. Zo, zal ik hier een paar bloemetjes jatten? Hoeveel kost het eigenlijk om een red carpet te maken, Roos? Dat weet ik niet eens. Even kijken, Roos, hoppakee. Zit hier nog wat? Nee. Een carpet is toch 2 wol naast elkaar, volgens mij? Ja, volgens mij wel. Moet ik even wat wol gaan verzamelen en... hoe heet het? En rozes. En hier staan er heel veel. Ik ga niet heel veel wegjatten. Ze zijn natuurlijk wel prachtig. In de tuin dan. En die is gewoon ook weg. Zo. Ik kan altijd nog met boomwiel eroverheen terug. En om het mooi te maken. Zo. Een poppy. 5. Dat moet genoeg zijn. Denk ik. Ja, ligt eraan hoeveel je krijgt voor een carpet. Ik weet niet. Ik hoop 4 of 6 of zo. Net als een... een trapdoor, dan krijg je er ook 2, maar aangezien die van 2 dingen is gemaakt, wordt het 6, denk ik. Logisch, nee? Even kijken, waar zit de wol? Hier. Een mooie witte wol. Zo. En crafting table. En carpets, yay. Nou, kan er maar 6, dat zijn er niet genoeg, ben ik bang. Maar ik neem het wol gewoon mee, zodat als we het nog nodig hebben, dan... kan ik altijd nog red carpets maken. Hier staan namelijk nog genoeg poppies. Wat een leuke naam eigenlijk. Heet ze wel zo trouwens? Godverdomme, heeft er weer vol. Poppy, ja. Ik heb hier een crafting table voor nodig. Waarom zit dit potato erin? Carpets. En we hebben er 9. Ik weet niet of dat... zal wel net niet zo zijn. Ik haal deze wel even weg. Dan hebben we er wel genoeg. Ik kan ze altijd nog terugplaatsen. Als we er wel genoeg hebben, dus ja, we gaan eventjes naar boven voordat ik het ga doen. Even wat aardappels eten. Het wordt namelijk nu nacht. En als ik hit word, wil ik al full health hebben. Voor het geval, ja, een skeleton op me afkomt of zo. Want je weet hoe dat gaat als je bovenop het dak staat en je wordt afgeschoten, dan ben je de helft van je HP kwijt. En dat is niet zo fijn. Ik loop de kerk voorbij. We gaan hier naar binnen. 1, 2, 3, 4. En er zit een scheidpaal aan de weg. En het is net niet genoeg, zoals ik al dacht. Hier moet nog 3, 4. We hebben nog iets van 4 poppies nodig. Zit hier bones in? Oh, hier! Kijk eens aan! De jackpot. En daar gaan we gelijk 12 dingen van maken. En daar maken we 18 red carpets van. Prachtig. Dan gaan we mooi om het paaltje heen. En helemaal hier naartoe. Zou het hier ook omheen doen? Kan dat? 1, 2, 3. Nee, kan net niet. Maar zo is het wel mooi. Wat doen we? Even kijken, wat is mooi. Zoiets. Ja, toch? Kunnen we hier zo'n soort van ding, een verhoging waar die op kan staan? Dat lijkt me wel mooi trouwens. Nou, dan kan de priester mooi over de kerk heen kijken. Of door de kerk heen kijken. Over de mensen heen. En het is onderhand al hartstikke donker. Kijk, heb ik hout bij me? Ja, dan gaan we eventjes het dak afmaken. We kosten 1, ja ook. Kijk eens aan. Ik ben het geluid helemaal vergeten.
zo. Ik hou niet echt van Minecraft geluid. Het is wel, hoe heet het? Het is wel handig voor als je bijvoorbeeld een creeper hoort of zo. Dan kun je dan wegrennen. Maar ik vind het gewoon irritant. Elke keer als een creeper ontploft, boem, dat geluid weer. Dan kun je mij weer moeilijk horen. En ik wil dat jullie mij een beetje goed kunnen verstaan. Dus het werkt allemaal weer tegen elkaar. En dat wil ik dus voorkomen. Maar gaat hij trouwens wel een beetje oplichten? Want het is hier net zo donker als in een grot. En dat is niet zo handig als een openbare bank zo donker is als een grot. Waardoor er allemaal spinnen en alles spawnen. Tenminste, dat, voor mij is dat niet zo, oogt dat niet zo heel klantvriendelijk. Nou, we gaan hier weer verder met waar we gebleven zijn bij het dak. En dat is dit gedoetje hier. Zo. Dit is, laten we zeggen, het stenen randje. Zo, eerst deze onderste, anders kan ik er niet bij. En dan zo. En dan gaan we weer op zo'n slab die een beetje schuin naar die kant zit. En dan gaan we weer naar binnen. Zo, ik heb hier ook al mijn voorhoofd even krabben. En dan gaan we weer precies hetzelfde herhalen. Het is een beetje eentonig, maar het werkt. En hier zit een trap in de weg. Hij is niet helemaal weg, maar ik kan hem nu verder bouwen, dus daar gaat het om. Zo. 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 Oh, we zijn er bijna, gelukkig. Het gaat toch best wel snel eigenlijk, als je kijkt hoe snel je erover doet eigenlijk. Want sommige mensen die bouwen ook heel sloom trouwens. In creative ben ik wel aardig snel, alleen nu niet. Alleen, dat komt doordat ik nog aan mijn laptop moet wennen. De toetsen zijn allemaal anders dan op mijn desktop pc. En dat komt omdat het toetsenbord recht erin zit. Dus ik kan ook niet heel ver van het beeld afzitten. Tenzij ik een ander toetsenbord aansluit natuurlijk. Maar ja, dat heb ik nu nog eventjes niet. En dus het is gewoon heel erg wennen. Nu speel ik er ook op, maar ik speel wel wel zoveel Battlefield 3 nu om een beetje te wennen aan het toetsenbord. Want dan moet je snel schakelen en ja. Dat doe ik dus om een beetje een toetsenbord te wennen. Daarom ben ik er nu best wel erg aan gewend. Alleen nog niet helemaal perfect zoals ik op een pc was, is het ook. Ja, dus ik denk al, waarom kunnen jullie niet samen? Nou, dan gaan we de steen pakken, die en die. Ik heb geen plek meer. Sticks kunnen wel weg, zo. Oh, hier zit trouwens. Sticks, kom maar terug. Zo, dan gaan we dit hier, dit uitsteeksel weer naar binnen vouwen, laat maar zeggen. Dit komt hier zo. Zo. En hier een blokje. En daar de stairs weer naar binnen vouwen. En ik moet weer eventjes wat eten. Gaat dat snel, hé. Zo. Dan gaan we hier weer naar binnen. En dan komt hier, zoals aan de andere kant, gewoon een stenen rij. En dat is omdat dat rijtje daar ook zit. En dan wil je dat aan beide kanten precies hetzelfde houden, zodat het hetzelfde is. Het kan ook, je kan het ook hier een streep doen en aan de andere kant in het midden weer een streep en dan weer zo. Maar ja, dat vind ik niet mooi, want dan is het niet precies hetzelfde. Maar het kan wel, maar of het zo mooi is, dat is een tweede. Dus misschien moet je dat even zelf overwegen. Wat ik daar nou mee wil doen, weet ik ook nog niet. Ik denk dat ik daar gewoon een soort van half balkon van ga maken. Maar je kan er niet op. Of we kunnen ook gewoon de obsidian onder het dak doen of zo. Van dat sterke steen. Waardoor de dieven moeilijk naar binnen kunnen. Ik bedoel, er zijn nu geen dieven. Maar je moet wel realistisch denken. Is dit eens goed? Nou kijk, dit is dus het probleem wat we hier hebben. Ik doe er elke keer drie tussen. Hier ook. Maar hier is dat niet zo. Omdat ik aan die kant ben begonnen. En het dak oneven is. Omdat hier een dakraam zit. Maar ja, dan gaan we hier gewoon. Wat ik zei, dat je er nooit eentje tussen moet hebben. Hier kan dat wel, omdat hier geen dakraam zit. Dus dan gaan we dat gewoon eventjes doen. En dan doe je dit zo. En dan, poef, heb je nog een streep naast elkaar. Hier komt nog een streep, zie ik al wel. Zo. En dan gaan we dat zo invullen. Hebben we nog genoeg steen? Ja.
genoeg stairs nog niet. Zo. Ja. Die kan weer weg. Neem ik weer mee. Voor het geval dat ik weer een steen of iets nodig heb. Of iets handigs. En die zijn op. Oké, maar dit was het voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze episode. Vond je het dan leuk? Laat een like achter. En ja, laat een comment achter met vragen of iets. Misschien kan ik ze dan beantwoorden in de volgende episode als ik ze doorlees. Abonneer nog even op de Dutch Tunes als je dat nog niet had gedaan. En abonneer ook nog even op mijn Engelse Pauw kanaal. Dat staat allemaal in de beschrijving. En dan zeg ik tot de volgende keer. Ciao!